Groot gevecht voor Biggie Boy. Vrijdag de 13e. En kerststallen tentoongesteld. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Jersinho Biggie Boy Rozenstruik heeft het erg druk sinds hij dinsdagochtend terugkeerde naar Suriname. De media moest even wachten om hem te kunnen spreken, maar hij hield vandaag een persconferentie. Deze ontmoeting met de pers begon direct met een belangrijke bekendmaking. Na zijn overwinning zaterdag klom Biggie Boy van de 14e naar de 5e plaats op de ranglijst van de UFC. Hij daagde daarom de nummer 2 op de ranglijst, Francis Ngannou, uit voor een gevecht en die heeft de uitdaging geaccepteerd. We weten allemaal waar het om gaat. We hebben wederom een historisch moment gehad vorig weekend waarbij Jersinho Biggie Boy Rozenstruik de veelbesproken gevecht gewonnen heeft van Alistair Overeem. Wij als technische kijken die dingen anders. De helft kijkt het als een leek. Dat bedoel ik zeker weten. Hij kwam met een gameplan om Biggie naar de beneden te halen. Precies 2 keer dat gedaan. Daarna kon hij niet meer. Waarom? Ik weet als geen andere, als je Biggie op de grond wil houden, kost het je heel veel benzine, dus gas. Waardoor hij zelf uitgeput raakte. Dat zagen wij aankomen. Het zit allemaal in ons game. Hij ontliep het gevecht, dat wisten wij. Wat zijn een goede gameplay was? Hij heeft een goede gameplay gestudeerd. Ik geef ook aan, het was ons niet ons beste wedstrijd, maar het was wel ons slimste wedstrijd. Er waren veel verslaggevers gekomen naar de persconferentie en die hadden heel wat vragen voor Biggie Boy en zijn trainer. Ik zoek iemand zo aan de kant. Hij wordt wakker omdat hij is gevallen. Maar de volgende keer gaat dat niet meer gebeuren. Wie valt gaat daar blijven. We hebben een strategie naar de titel en dit is een van de tegenstanders die we zien. En hij is een van de moeilijkste jongens. Niemand wil tegen hem vechten. Wil ik voor de belt, zal ik hem eruit en ik kan weer volgend jaar. Volgend jaar. Wij kijken heel positief naar dat alles. Onze strategie was deze man uitdagen. Hij accepteert die wedstrijd, dus laat hem eruit. Gewoon voor de titel. Er is geen andere weg. Dus ja, als het eerder kwam, worden we sowieso kampioen. Linksom of rechtsom. Biggie is all smiles, hij had erop gevraagd. En hij kreeg nu waar hij voor gevraagd. Waar hij om gevraagd had. En het is een feit. Begin van het jaar in januari had Jersinho op zijn social media als voorbeeld 1000 volgers. Huidig zijn we zover dat hij dus bijna 72.000 volgers op Instagram heeft. Meer dan 35.000 op Facebook en dan nog een keer 7.000 op Twitter. Dus uit die aspect heb je wel gelijk. Wat we proberen is dus wel een hype te creëren, sowieso in Suriname. En dan deze hype ook over te brengen naar de rest van de wereld. Ik denk dat Jersinho de grootste Suriname wordt in tijden van social media, internet en smartphone. Afval in de ruimte moet opgeruimd worden en brengt vrijdag de 13e echt ongeluk? Deze berichten vandaag in ons Kort Nieuwsblok. Het is vandaag voor veel mensen een spannende dag. Het is namelijk vrijdag de 13e. Deze dag wordt bestempeld als ongeluksdag. De reden hiervoor is dat Jezus op een vrijdag werd gekruisigd. Deze nare dag uit de geschiedenis, in combinatie met het ongeluksgetal 13, maakt vrijdag de 13e tot een dag waarbij mensen bang zijn dat ze iets overkomt. Omdat sommige mensen angstig zijn op deze gevreesde dag, gaan ze niet naar hun werk. Sommigen durven überhaupt niet hun huis uit te komen. Toch blijkt uit onderzoek dat er op vrijdag de 13e juist minder ongelukken gebeuren. Dit komt waarschijnlijk doordat mensen op deze dag juist extra voorzichtig zijn. Toch wordt het bijgeloof in stand gehouden. Zo hebben vliegtuigen geen 13e rij, gebouwen geen 13e verdieping bij de nummering in de liften en in het ziekenhuis zijn er ook geen operatiekamers met het getal 13 te vinden.
Eén hele slechte eigenschap van de mens is dat we rommel maken en troep achterlaten overal waar we naartoe gaan. De ruimte is geen uitzondering. Landen en organisaties die naar de ruimte reizen en ook satellieten lanceren, hebben een enorme hoeveelheid afval gecreëerd. Al een hele poos wordt gesproken over het opruimen van het ruimtepuin. Het Europese Ruimteagentschap, ESA, heeft nu een samenwerking gesloten met een bedrijf dat een soort stofzuiger heeft gemaakt om het puin op te ruimen. Dat moet in 2025 beginnen. De vuilnisbelt in de ruimte bestaat uit duizenden oude satellieten, onderdelen van raketten en miljoenen kleinere stukken puin. Het afval vormt een gevaar voor nieuwe satellieten en raketten, omdat er botsingen kunnen ontstaan. In 1957 werd de eerste satelliet gelanceerd. Sindsdien zijn er 8.378 satellieten de ruimte ingebracht, waarvan er nog bijna 5.000 werken. Satellieten zijn erg belangrijk voor telecommunicatie, voor het in de gaten houden van het weer op aarde en voor onderzoek. Er zijn ook veel satellieten die worden gebruikt door landen om te spioneren. Leerlingen van verschillende scholen van het RK Bisdom hebben op een creatieve manier kerststallen gemaakt. Deze zijn te zien op een tentoonstelling in het Kerkelijk Museum van het RK Bisdom. Ik ben hier om slechts te helpen met de begeleiding, want er komen kinderen van de verschillende scholen en dan hebben ze soms een beetje uitleg nodig. Je loopt met ze mee en je helpt ze bij de vragen die ze hebben, dus ik ben slechts de begeleidster. Deze vind ik ook mooi. Weet je waarvan ze het hebben gemaakt van? Wasknijpers. Als je die houten wasknijpers openmaakt, als je die houten wasknijpers openmaakt, dat hebben ze gebruikt en dan hebben ze het netjes geplakt aan elkaar. Ik heb souvenirs gezien, like kerststallen. Ik heb kerstbomen gezien, gemaakt van hout. Kerststallen waren van klei, karton, wasknijpers. Het was mooi, prachtig, zo creatief. Jozef, en hier heb je het kindje Jezus. Ik heb het kindje van Jezus. Kijk naar die engelen, kijk eens die engelen. Wow. De meesten weten wat kerst is, dus wanneer ze, en ze weten niet wat die kerststal is. Omdat de kerststallen je eigenlijk nu, anno 2019, het meest vindt alleen in de Rooms-Katholieke kerken. Ja? En dus ze komen en ze beseffen niet wat de kerststal is, dus dan leg je ze uit. En dan kijken ze en dan zeggen ze, oh ja, en daar heb je kindje Jezus. En kijk, en daar heb je moeder Maria. Omdat ze het al gehoord hebben, ze hebben het geleerd op school. Ze waren mooi, het was heel creatief. En de kinderen, die hebben gemaakt. Eentje was met dingen gemaakt, triple X, en dat was heel mooi. Handjes op je rug. Oh ja, die handjes blijven op je rug en dan gaan we ernaar. Handjes op je rug. Handjes op je rug. Handjes op je rug. En dan gaan we ernaar kijken. Oké, weet je wat dit is? Waarvan het dak is gemaakt? Van hout. Van hout. Weet je? En de schaar. Dit hout zeggen ze ook wel de bas van die boom. Ja? Wanneer je thuis bijvoorbeeld die dennenboom hebt, die bas ervan, ze noemen het ook wel de boomschaar. Dat is, hebben ze hier gezet op een dak. Het wordt levend, want wij mensen moeten dingen zien. En als je het ziet, dan krijg je een ander beeld ervan. Dus het wordt levend voor hun. En dan sommige kinderen hebben ook gezegd, ja, ik wil ook een kerststal hebben. Omdat ze ook dan eigenlijk iets tastbaar hebben en erover kunnen praten. En de 10 minuten zijn om. Bedankt voor het kijken naar het 10 minuten jeugdjournaal. Slaap lekker en een heel fijn weekend. Dag!